André Hazes heeft recentelijk een opmerkelijke uitspraak gedaan over zijn relatie met Monique Westenberg. In een interview met weekblad Weekend onthulde de zanger dat hij door de weeks bij zijn gezin verblijft, maar in het weekend vrij spel heeft. Dit betekent echter niet dat hij ongebreideld zijn gang gaat tijdens die dagen alleen. Hij benadrukt dat hij gewoon geniet van zijn vrije tijd en dat zijn optredens vaak in het weekend plaatsvinden, waardoor door de week zijn fijne tijd is om te ontspannen. Hoewel André en Monique elkaar weer hebben gevonden in hun relatie, hebben ze er bewust voor gekozen om niet samen te wonen? Voor André lijkt deze regeling prima te werken. Hij heeft eerder al aangegeven dat hij waarschijnlijk nooit meer zal samenwonen met Monique, voornamelijk vanwege praktische redenen zoals hun verschillende voorkeuren voor woonplaatsen. Het lijkt erop dat de mogelijkheid van samenwonen alleen serieus wordt overwogen als ze beide bereid zijn om te verhuizen naar een andere stad. Echter, André geeft aan dat dit scenario niet snel zal plaatsvinden. Ondanks deze fysieke afstand tussen hun woonplaatsen is de liefde tussen hen nog steeds sterk aanwezig. André bekent dat hij Monique adoreert en dat hun band altijd intens is geweest. Zelfs wanneer ze elkaar zien, blijven ze voorzichtig en geleidelijk aan de volgende stap zetten, vooral met het oog op hun zoon, Dourière. Het lijkt er dus op dat André en Monique een unieke dynamiek hebben gevonden die voor hen werkt. Ze koesteren hun tijd samen, maar geven elkaar ook de ruimte om zich individueel te ontplooien. Deze flexibele benadering van hun relatie illustreert hun volwassenheid en begrip voor elkaars behoeften. En hoewel de toekomst misschien onzeker is, blijven ze vastbesloten om hun liefde en respect voor elkaar te behouden, ongeacht waar het leven hen naartoe leidt.